Je hebt de mogelijkheid om in Photoshop een bestand op te slaan met alle losse lagen apart. En laat ik dat in deze video eens even demonstreren. Ik ben inmiddels al een klein beetje bezig om een eenvoudige foto om te bouwen tot een ja, vrij eenvoudige poster. En ik doe daar wat verschillende dingen in in verschillende lagen. Zo plak ik er boven een klein beetje bij in een nieuwe laag door gewoon een topje te selecteren en wat uit te trekken. En ik ga er wat tekst aan toevoegen. Ik ga er even wat sneller doorheen, want het gaat eigenlijk niet zozeer over hoe ik dit allemaal in elkaar zet. Het gaat er eigenlijk meer over wat er daarna gebeurt. En alle tekst moet natuurlijk wel gewoon netjes uitgelijnd worden. Nou, dat kan ook. Deze is dan veel te groot. Laat ik het tekstueel hier eens bij houden. En ik ga er ook nog een klein lijntje omheen zetten. Een wit lijntje wel te verstaan zodat hij wat meer opvalt. Maak het even wat kleiner. En ik zet er nog een slagschaduw bij. Zoiets als dit en die kopieer ik gewoon door naar de andere laag. Heb ik nu dus vijf lagen. Laat ik het lagenpaneel een klein beetje groter maken. Ik heb een laag met de ondergrond, de hond. Ik laat ze even los zien als je de alt ingedrukt houdt en op het oogje klikt, dan zie je alleen die laag. Ik heb dus de foto van de hond met daarboven door het uitsnijden een klein stukje witruimte. Ik heb uh, die witruimte ook weer opgevuld met dit stukje. Ik heb mijn titel en ik heb de begeleidende tekst. Nou, dat zijn vier lagen en die lagen wil ik dus los van elkaar opslaan. Hoe doe je dat nu? Dat doe je hierboven bij bestand en dan heb je daar exporteren staan. En dan heb je de optie lagen naar bestanden. Klik je daarop, krijg je het volgende voor je neus. Het eerste wat je doet is een doel uitzoeken. Dat is een folder. En laat ik een folder op het bureaublad hebben staan die lagen heet. Nou, die klik je aan. Die is leeg. En ik klik op oké. OK. En je ziet, er staat keurig lagen. In principe heb je ook de naamgeving van ieder bestand. En dat kun je beginnen met een apart woord. Nou, stel dat ik daarvan bijvoorbeeld gewoon uh, poster maak. En het bestand van de foto met de hond zal dan poster hond heten. En die daarboven, dat stukje, dat stukje wat we boven hebben ingevuld, dat wordt dan laag 1. En de tekstnamen worden ook overgenomen in de laagnaam. Je kunt zeggen van doe alleen de zichtbare lagen. Dus lagen die je uh, uit hebt staan, die pakt hij dan niet mee. En je kunt het bestandstype kiezen. Je kunt kiezen voor een PSD of een paar andere formaten. Het is even afhankelijk wat je uiteindelijk met de losse lagen moet gaan doen. Wil je die doorsturen naar iemand die in een ander programma gewoon gaat zitten puzzelen, dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen voor PNG of voor uh, JPEG, en moet er nog echt serieus mee gewerkt worden, dan zou je kunnen kiezen voor PSD of voor TIFF. Hou er rekening mee dat uh, TIFF, PNG en PSD wel transparantie hebben, maar BNP en JPEG bijvoorbeeld niet. En die transparantie is dadelijk wel fijn. Dat ga ik je zo meteen even laten zien. Dan heb je nog de mogelijkheid om het ICC profiel in te sluiten. En het ICC profiel dat gaat dan weer over de kleuren. En als je een bestandsformaat kiest, dan heb je hieronder nog de opties voor dat bestandsformaat. Bij PSD heb je bijvoorbeeld de compatibiliteit maximaliseren. En kies je voor PNG, dan heb je bijvoorbeeld transparantie. En zou je kiezen voor JPEG, kun je daar de compressie nog bepalen. Ik ga hem eerst eens even als JPEG exporteren. En je zult dadelijk meteen zien wat er gebeurt. Je ziet hierboven dat hij dus gewoon de lagen opent in een nieuwe afbeelding. en dat hij ze even opslaat. En als hij klaar is, dan krijg je deze melding voor je neus. Kijk nu naar de map Lagen op mijn bureaublad, dan zie je dat daar de losse bestanden in staan. En als ik die even in Photoshop gooi, heel snel, dan zie je eigenlijk ook gewoon wat het probleem is. Ik heb een keurig losse export van alle losse lagen, alleen er staat allemaal een wit ruimte bij. En daar zat ik niet helemaal op te wachten. Nou, dat is het nadeel van JPEG. JPEG heeft geen transparantie, dus hij zal gewoon het formaat van de afbeelding aanhouden, alles wit maken. En jouw nieuwe laag daar gewoon opplakken en dat is dan jouw inhoud. Nou, dat is voor iemand die bijvoorbeeld nog wil gaan puzzelen met de compositie eigenlijk weinig zinvol. Die wil gewoon transparante beelden hebben. Dus ik gooi dit even weg. En ik ga hem opnieuw exporteren gewoon via bestand exporteren. Lagen naar bestanden en ik kies een versie waarbij transparantie mogelijk is. Bijvoorbeeld PNG8 en wat is het verschil tussen PNG 8 en PNG 24 nou dat is de bitdiepte en de bitdiepte gaat bepalen hoe je verloop van dingetjes worden je weet bijvoorbeeld dat ik een schaduwtje heb toegevoegd en dat schaduwtje dat verloopt eigenlijk een klein beetje nou dat verloop dat zien we dan dadelijk bij PNG 8 in een wat mindere kwaliteit terug ik verander dit nog even naar het bureaublad en dan de map lagen en ik druk opnieuw op uitvoeren En Photoshop is weer klaar. Nou, je ziet al in de voorvertoningen dat er het een en het ander anders is. En als ik ze open, dan zie je ook gewoon dat eigenlijk geen rekening meer gehouden is met de totale verhoudingen van alles. Nee, alles is gewoon puur op de inhoud gebaseerd opgeslagen. Wat ik even aan wilde duiden, dat was die 8-bits gradatie bij PNG8. Het verloop van mijn schaduw, dat is niet zo fraai. Dat is eigenlijk gewoon niet uh, van zwart bij de rand naar transparant. Dus ook hier heb je eventueel niks aan. Want als ik deze laag bijvoorbeeld op mijn andere foto wil gaan plakken, naar de hond. Nou, om te beginnen staat het in een geïndexeerde kleur. Je moet die modus eerst eens omzetten naar RGB. En dan kan ik hem er als losse laag bovenop plakken. En kan ik hem verschuiven. En je ziet al gewoon. Die gradatie van de schaduw, die is weg, die ben ik kwijt. Dus ook dit is niet de manier om dingen met een transparantie op te slaan. Daar hadden we wel die andere optie voor. En dat was PNG24. Ik zal deze nog eventjes netjes verwijderen. Sla je hem op als PNG24, dan zul je zien dat die gradatie wel gewoon netjes is. En dat je daar wel eventueel iets mee kunt als je later nog van al je losse bestanden iets nieuws in elkaar wil puzzelen. Photoshop weer klaar. Nou, dan zoek ik de lager er nog een keer bij voor de laatste maal. En je zag het al in het voorbij komen. De gradatie is nu wel gewoon heel netjes. En mijn kleur is ook niet geïndexeerd. Nee, die is gewoon keurig RGB en weliswaar 8 bits. Nou, plak ik hem er nu gewoon bovenop. Hoef ik niks om te zetten. En je ziet ook gewoon, de schaduw loopt gewoon netjes. En zo eenvoudig kun je dus je losse lagen exporteren naar losse bestanden. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei. doei.